klopt. Mijn opa die heeft vroeger ook best wel heel erg hard gelopen. Ook een paar keer Nederlands kampioen cross geworden. En mijn moeder heeft het daar ook weer van geërfd eigenlijk. En zo zijn Sophie en ik daar eigenlijk ook in gerold. Hoe is dat om zo'n hardloopfamilie te hebben? Ja, eigenlijk wel top. Maar af en toe gaat het ook over niets anders dan alleen maar hardlopen. Maar het is wel leuk. Zeg maar, ze snappen gewoon echt wat voor training je doet, wat voor wedstrijden je loopt. Dus dat is wel fijn. Mijn PR is nu 2:15. Ik hoop daar wel echt onder te duiken. Het liet lang op zich wachten, het startpistool, maar we zijn weg. Anne Eikendal dus aan de leiding. Nou, dat is knap. En ze lopen keurig langs de wavelights nog. Dus wie weet wat erin zit voor deze atleten. Een hele knappe prestatie van Anne Eikendal. Nou, sowieso. Daar komt Laila Tjatjoui. En die gaat eroverheen, ja. En die wint. Ja, ik hoop dit jaar een medaille op het Nederlands kampioenschap 120. En wat moet je daar nog voor doen, denk je? Ja, nu gewoon echt wat je zegt, werk aan die basis. Gewoon goed intervaltrainingen doen. En ook wel een beetje werk aan mijn snelheid. En dan hoop ik op de 800 of 1500 meter medaille te halen.